waarom heeft een vrouw altijd zoveel spullen nodig? Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Jill, het is vandaag vrijdag en ik ben niet alleen. Daar is Marcia! Hey! Ik heb namelijk hier bij Marcia geslapen. We hadden gisteren een feest van YouTube en daarna zijn we nog heel veel uit geweest. Heb je dat nog niet gezien? Check het dan vooral, want het was leuk. En ik ga nu even wakker worden. Het is... 9:30. Bijna 10 uur. Oh ja, ik mag zelf veel gebeuren, zei ik met de banden. Ja. Dus ja, ik weet niet of je me überhaupt kon verstaan eigenlijk, maar Marcia had nog weer gezeik met de banden. En als je vlog van gisteren hebt gekeken, dan heb je gezien dat we onderweg naar Amsterdam nog een keertje moesten stoppen omdat we de bandenspanning even moesten bekijken. Maar ja, die was weer te laag, dus misschien dat ze iets van een gat of zo. Ja, ik weet het ook niet. Ja. Maar ja, wel even in de gaten houden. En ja, Sim heeft vannacht met mij op bed geslapen, maar die is nou nergens te bekennen. Dat vind ik nou wel weer jammer. Ik ga sushi eten als ontbijt. Ik heb dit nog over. Of in ieder geval, deze hoef ik niet. Die zijn van Marcia en Gregor. Maar deze en deze zijn nog over. Ik weet niet of ik alles opkrijg. Maar ik ga in ieder geval wel lekker genieten. En Marcia is ondertussen koffie aan het zetten. Een van de chocomel. Ik ben heel benieuwd. Chocosino. En ik ben een foto aan het maken van al onze foto's van gisteravond. Echt heel leuk. Leuk ook met die stokjes erbij, maar echt hele mooie foto's zitten erbij. Oké, ik ga even lekker douchen. Check deze enorme regendouche. Echt heerlijk. En dan ga ik me samen met Marcel even opmaken. En dan ga ik zo meteen weer ergens richting huis. Ik moet ook nog 3 video's editen, dus oh my god, het wordt waarschijnlijk avondwerk dit. Maar goed, het was wel super geslaagd, dus dat is helemaal prima. Ik heb heel veel hier in het stopcontact en mijn oplader gedaan, zodat ik altijd een extra batterij heb. Ik ben altijd panisch als ik geen batterij meer heb voor mijn camera. Ik heb 3 batterijen en 2 daarvan, of eentje is nu leeg. Nee, 2 daarvan zijn leeg en eentje zit nu in mijn camera, dus nou ja, goed verhaal. Ik ga even lekker douchen. En daarna me opmaken en tandje poetsen en bla. Oké, ik heb me opgemaakt. Ik heb mijn haar geborsteld. Het is helemaal poefie hieronder, maar goed. Maakt niet uit. Ik heb zelf de outfit aan als toen ik gisteren aankwam. Shirtjes van Adidas, boek van Zara. Ik heb nog geen schoenen aan, ik doe stond in mijn Nike's aan. Marcia loopt nog lekker in haar Beauty Plus One. En ik ga weer naar huis. Het was echt super, super gezellig. Ik moet nog heel veel rijden en ik hoop dat ik nog een beetje tijd heb om thuis te editen. Want vanavond komt Lola en Shannon bij ons op visite. Want die blijft een nachtje slapen. Die is vannacht ook blijven slapen. Dus ja, het wordt allemaal heel erg leuk. En van het weekend gaan we naar Assen. Dus super, super gezellig. Oké, laatste spulletjes pakken. Ja, Marcia, je moet nog een Halloween tutorial filmen. Ja, ik moet nog een stukje filmen. Maar dat komt goed. Komt goed. Zo cute, die tas. Ja, Marcia vindt die Hunkemuller tas leuk. Ja, ik vind het leuk. Hij lijkt nog op een Victoria's Secret tas die ik had. Victoria's Secret tas? Ja, hij is wel gewoon echt chill qua grootte. Ja, maar echt gewoon ook met die dit. Dus, ik denk dat hij, ja, hij lijkt er heel erg op in ieder geval. Dat is ideaal. Doei, Siem. Nou kom je niet meer. De hele dag achtervolg je me, nou kom je niet meer. Hallo, diva. Je bent een diva poes in mijn nieuws. Ja. Nou, ik ga er vandoor. Doei, Marcia. Bedankt voor alles. Doei, doei. Oké, ik zit in de auto onderweg naar huis. En het was nog wel een drama, want ik was helemaal verdwaald. Maar nu weet ik ook waardoor het komt. Want ik had namelijk mijn navigatie ingesteld op dat ik lopend naar huis ging van Den Haag naar Nijmegen. Ik weet niet wat me toen bezielde, maar er stond ook ineens dat ik over een dag en een uur zou aankomen. Toen dacht ik, hé, er gaat hier volgens mij iets niet helemaal zoals het hoort. Maar inmiddels ben ik op de snelweg beland en nu komt alles goed. Ik ben over 1,5 uur ongeveer thuis. Dus ik ga lekker rijden en meezingen en soms ook heel even tanken. En ja, het was echt super, super leuk. Ik ben echt enorm verwend bij Marcia. Echt, als je dit kijkt, bedankt voor je gastvrijheid nogmaals.
allemaal leuke mensen ontmoet. En ja, je ziet elkaar dan op zo'n feestje, zie je elkaar na lange tijd weer. En dat is gewoon altijd heel erg gezellig. Ik krijg ook altijd weer helemaal motivatie van die events, zeg maar. Zo, en het is warm. Ik kan mijn airco bijna wel aanzetten. Maar goed, als ik thuis ben, moet ik wel echt snel aan de slag. Want dat is echt nodig. Omdat we morgen natuurlijk ook nog naar Assen gaan. Oké, ik ben heel even gestopt. Ik moet echt zo nodig plassen. Dus ik ga heel snel tanken ook meteen. Dan heb ik dat ook maar gehad. Oh, je kunt echt niet chill-out rijden als je zo nodig moet plassen. Dus dat was een enorme oplichting. Nu ga ik weer snel naar huis rijden. Nog 23 minuutjes. Oké, ik ben heel snel bij de supermarkt. Ik ga even lasagne halen. Het is al best wel laat en ik heb niet echt zin om te koken. Dus ik hoop dat iedereen het ermee eens is. Want volgens mij komt Lola nog, maar ze had me dus 600 keer geappt terwijl ik aan het rijden was. En ik kijk nooit op mijn telefoon tijdens het rijden. Dus ze zei, leef je nog wel? Maar ja, ik heb geen idee of die nog komt. Maar Shandy eet sowieso ook mee, dus ik neem gewoon 2 pakken lasagne mee. Vind ik lekker. En het is Milo's lievelingseten, dus die vindt het waarschijnlijk sowieso wel prima. Oh, en deze neem ik ook meteen even mee naar aanleiding van de Chococino op een marsje vandaag. Die was zo lekker. Ik ben weer in Nijmegen. En waarom heeft een vrouw altijd zoveel spullen nodig? Loop hier gewoon serieus met 2 best wel zware tassen. En dat van 1 nachtje slapen. En oké, er zit wel wat boodschap in nu natuurlijk. Maar goed, ik heb geen gehoor gekregen. Van Milan niet en van Lola niet. Of lasagne goed was vanavond. Dus we eten gewoon lasagne. Zo simpel is dat dan. Als je niet reageert, maak ik de keuze. En mijn pakketjes zijn binnen voor de Halloween tutorial. Fijn dat Milan ook even de post checkt als ik er niet ben. Maar het zijn er een aantal. Dus ik ga ze zo meteen even uitpakken en kijken hoe het is. Oké, ik sta weer in de lift. Ik ga even snel Lola ophalen thuis. Dan wordt ze vanavond opgehaald door een vriend. En dan zijn het allemaal oude foto's. Ik weet niet in hoeverre zij het oké vindt dat ik die laat zien. Ik heb al een paar previews gekregen. En het is echt verschrikkelijk. Maar ja, ik moet eigenlijk ook nog editen. Dus ik denk dat ik vanavond in bed nog heel veel ga editen. En morgen in de auto onderweg naar Assen. Als Milan dan gaat rijden, dan kan ik ondertussen misschien wel even editen. Dus we kijken wel even. Ik zou het ook niet hoeven doen. Dan moet ik volgende week wel even iets meer doen. Dus ik moet even kijken. Maar ja, het was het waard, want ik heb het heel gezellig gehad. Dus nu even naar beneden. Ik ben thuis. Lola is er. Hoi. Hey. Hi Lola. Milan en Shen is er ook. Hey Shen. Hey. Maar jongens, we gaan eten. Oké, man. Ik heb lasagne aan de oven gedaan, dus wij gaan lekker lasagne eten. En ik heb er heel veel zin in. Ja, allebei in één? Ja. Werkt het wel? Ja, tuurlijk. We hebben een goede oven. Ja, dat is niet dat nou binnen een beetje koud is. Nee, joh. Oh nee, tering aan zee. Ja, komt wel goed hoor. Shen die heeft zelf taart gemaakt. En dit is een appel kaneel kwarktaart, hè? Appel kwarktaart, ja. En met kaneel. Over de appels. Dus ik ben heel erg benieuwd. Hij ziet er heel lekker uit. Gaan hem proeven. Eigenlijk is dat een cadeautje voor mij, schat. Hoezo? Nou, dat heeft Shen voor mij gemaakt. Voor jou, toch? Voor jullie allemaal. Oh, voor ons allemaal. Ik mis alleen de slagroom, die heeft Milan namelijk opgemaakt. Maar zelfs zonder slagroom is hij heel erg lekker, Shen. Hij is goed gelukt. Het stinkt hier echt, ja. Oh, ben je het niet filmen? Nee, ik film jou niet. We hebben net allemaal oude foto's teruggekeken, maar... Ja, Lola heeft ook liever niet dat ik het laat zien, dus... Oh, het is echt verschrikkelijk. Ik zei wel tegen Lola, ik kan wel zien dat ik echt enorm ben veranderd. Ik lijk echt niet meer op dat meisje van toen, voor die foto's. Maar goed, Lola gaat nu weer naar huis. Ik ga heel even naar de deur begeleiden. En dan ga ik heel even nog die hard editen, zodat ik morgen niks meer hoef te doen. En dan daarna lekker douchen naar bed. Of ik ga eerst douchen. Was gezellig. Vond ik ook. Zie je snel.
Oh, je gaat weg? Ja. Oké, okay, doei. Oh, zijn jullie aan het skypen? Ja, mama is dat. Oh. Mama, wil je even hallo. Het was gezellig. Doei. Fijne avond. Jij ook. Gedoucht, geëdit. Het is 22:30. Ik duik soms in mijn bed in. Maar ik ben in ieder geval klaar. Het is me gelukt, dus ik ben helemaal tevreden. Ik ga zometeen lekker in bed liggen met mijn laptop. Misschien dat ik een tv-programmetje ga terugkijken. Expeditie Robinson, dat heb ik gemist. Dan lekker gaan slapen en morgen kunnen we enigszins uitslapen. En dan gaan we morgen samen met Milan en Shen. Natuurlijk samen met Milan, maar ook met Shen naar Assen toe. En daar gaan we bowlen. En dat doen we altijd één keer per jaar, doen we iets leuks met iedereen. Omdat we allemaal best wel ver van elkaar vandaan wonen. En dan zien we elkaar gewoon allemaal. Dat is gewoon super gezellig. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. Dan zien we Enzo en Day weer. En opa en oma weer. En Irma en Gert heb ik ook al heel erg lang niet meer gezien. Dus dat wordt al met al gewoon een hele leuke geslaagde dag. Ja, ik heb net een video geëdit van ons feestje gisteren. Echt leuk. Ik ben er echt heel tevreden over. En ik vond het echt een heel leuk feestje. Ik vind het jammer dat ik mijn YouTube-collega's eigenlijk zo weinig zie. We delen allemaal dezelfde passie, maar we zien elkaar voornamelijk altijd op events. En dat is dan altijd echt zoiets van, ja, ik weet niet. Daar word ik altijd gemotiveerd van, vind ik heel leuk. Tijd om mijn tandjes te gaan poetsen. Nou, dit is wel een heel lullig vlammetje. Ik probeer een beetje zo. Ziet er beter uit. Er ligt heel veel kaarsvet in. Oké, ik heb mijn tanden gepoetst. Ik heb mijn pyjamaatje aan. Die had ik al aan, maar ik heb maar even een staartje gedaan. En ik ga nu lekker slapen. Ik ga nog heel veel op mijn laptop zitten in bed, maar daarna val ik waarschijnlijk zo in slaap. Dus ik ga bij deze wel vast de vlog afsluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Welterusten en dan zie ik jullie morgen weer. Doei doei! Shen, Milan, ik en Irma hebben alle vier een struik gegooid achter elkaar. Kijk hoe leuk deze menukaarten zijn. Het is een plaat. Wow. Die is gaaf. Oh, dat is gaaf, hé.